Cambuur bij Leo Middelzee wordt mede mogelijk gemaakt door Brandsma, koffie, thee en apparatuur, Balans, onafhankelijke financiële dienstverlening, Energieinspectie Friesland, verduurzaamd vastgoed en Bier en Ballen voor ondernemers die met de factor fund zaken doen met elkaar. Trotse supporters van SC Cambuur. Trainer René Haken, morgen is het dan zover, om het echie. Ja, nou ja, in ieder geval de eerste wedstrijd in de play-offs. Dus nou ja, die wedstrijden daarvoor waren ook om het echie, maar dat was competitie. Maar dat bedoel je denk ik niet. Tuurlijk, nu worden de prijzen uiteindelijk verdeeld. Staat er al wat spanning op? Nou ja, nu nog niet. Maar uiteindelijk gaat erom dat we ons zo goed mogelijk voorbereiden op deze tweeluik met Almere. En alles eraan doen om als winnaar uit de bus te komen. En dat was toch wel even verrassend, hè, dat het Almere werd. Ja, uiteindelijk wel. Hè. Er waren vorige week natuurlijk veel mogelijkheden van tegenstanders. En ja, uiteindelijk is het de ploeg geworden waar we minste rekening mee hadden gehouden. Maar goed, dat gebeurt en dat is ook prima zo. In de competitie werd er 2 keer verloren, nipt van Almere. Wat zegt dat nog over zo'n wedstrijd? Nou ja, dat zegt dat de twee ploegen dicht bij elkaar liggen. Maar uiteindelijk zegt dat niks over de afloop van deze twee wedstrijden. Want de andere twee wedstrijden waren onderdeel van een reeks van 38. En dit is thuis en uit. En dan is het of door of niet door. Zie je het toch als een licht voordeel dat je wel revanche op hun kunt nemen? Nou ja, wij kunnen in ieder geval zorgen inderdaad dat we daar in die reeks dat we ons van de positieve kant laten zien. En dat zal ook nodig zijn, want als we een ronde verder willen, zullen we toch 2 keer aan de goede kant van de score moeten staan. En je zegt het al, de teams liggen dicht bij elkaar qua niveau. Hoe belangrijk is het dan om thuis in ieder geval een goed resultaat te halen met het publiek erachter? Ja, dat is heel belangrijk en dat is ook op zich prima dat we dan eerst thuis spelen. Ik bedoel, je ziet het de laatste twee thuiswedstrijden vind ik ook wel een beetje ontstaan. Dat het publiek er geloof in heeft, dat het elftal er geloof in heeft. Dat er weer op die manier goede wisselwerking ontstaat. En ik denk ook dat er veel publiek zal zijn morgen. Dus op die manier moeten we dat gebruiken. Ja, zijn dat misschien dan wel de details die zo'n wedstrijd kunnen beslissen als het toch dicht bij elkaar ligt? Absoluut, dat kan zeker in ons voordeel werken. En dat moeten we ook zorgen dat het in ons voordeel gaat werken. Ja, toch heeft Almere ook nog een klein tikje gehad van Jong Ajax. Zelfs een schorsing eraan overgehouden. Dat is, lijkt me ook een lekker gevoel in ieder geval om er zo in te gaan. Nou ja, het belangrijkste voor ons is om hun in die twijfel te brengen. Want ze hebben natuurlijk inderdaad een nederlaag geleden en ruim. Maar ze stonden ook op een plek waar recht gaf om de eerste ronde over te slaan. En ja, dat zijn toch wel dingen dat denk ik bij hun niet goed gevallen is. Maar goed, aan ons om die onzekerheid die er mogelijk bij hun is, om dat op veld er ook op die manier uit te laten komen. Nou, heb je natuurlijk Almere ook geanalyseerd. Waar denk je dat de kansen liggen in deze wedstrijd? Ja, dat op voorhand is dat als je de laatste wedstrijd kijkt, is dat heel makkelijk te zeggen. Hè? Maar uiteindelijk zullen zij hun eigen wedstrijd ook analyseren en zeggen van ja, als wij dat op dezelfde manier weer doen, dan zal ons dat problemen opleveren. Dus ja, je moet daar ook rekening houden met verschillende scenario's van waar kan hun kwetsbaarheid liggen. En als zij op dezelfde manier zeg maar, de ruimtes bespelen als tegen Ajax, ja, dan komt er voor ons tussen de linies heel veel ruimte te liggen. Maar goed, als zij dat wel goed dicht houden, ja, dan zullen we een andere oplossing moeten bedenken om toch bij hun voor de goal te komen. En daarnaast zie je toch ook dat play-offs denk ik wel een apart ding is. Zelfs ook op het hoogste niveau in de Champions League denk ik dat niemand deze finale had voorspeld. Nee, zo zie je maar dat alles inderdaad mogelijk is. En dat geeft ook aan dat deze twee wedstrijden ook dat we die goed moeten aangaan om uiteindelijk te zorgen dat we doorkomen. Alleen ja, dan zullen we 2 keer goed moeten zijn.